Ja, vrienden. Ja, jullie zien het, hè? De klok, hè? Hier. Ja. Net afgelopen, hè? Ja, zit Feyenoord. Nou, en ik heb... Ja, ik zit me echt nog een beetje op te winden. Ik ben nog steeds een beetje boos. Ik ben nog steeds een beetje verdrietig. Want, ja, luister. We zitten in sombere tijden. Het is helemaal niks in Europa en in Oekraïne. En noem het allemaal maar op. Dus we kijken dan even uit naar een beetje vertier en we zitten te wachten dan op zo'n wedstrijd als AZ tegen Feyenoord. En dan denk je, nou leuk, weet je wel, dan ga ik lekker naar kijken. En wat nou, je hebt het zelf gezien wat er gebeurt. Feyenoord was in het begin was gewoon beter. En dan denk ik bij mezelf, wat knap van die Arne Slot. Dat hij met dit Feyenoord dit nog allemaal presteert. Dat is toch ongelooflijk, vrienden. Hij heeft spelers als een Gertruida. Hij heeft spelers als een Linzen en noemt onderop. En toch krijgt hij het voor elkaar om met Feyenoord dit nog om dit voetbal te spelen. Nou, en wat zien we dan? Feyenoord is in het begin beter. En dan komt er dus ineens een scheidsrechter, Hitler, die komt ineens. Ja, en die denkt bij zichzelf, ik ga eens eventjes een stempel op die wedstrijd drukken. Ik ga eens even deze middag verknallen, want dat is wat zo'n scheidsrechter dan doet. Die denkt, ja, die komt eerst de penalty, beste vrienden. Laten we nou even wel zijn. Het is, ik moet even slikken hoor. Het is gewoon nog van de opwinding. Van, die eerste penalty. Die de Wit, die kruist gewoon die Hendricks. En dat is. En dan nog. En dan is het dus mogelijk dat je zo'n speler aanraakt. En dan wordt er op ESPN gezegd: ja, dat is een penalty. Dat is geen penalty, vrienden. Dat is absoluut geen strafschop. Voor AZ. En die krijgen ze dan. En dan, hup, niet veel later. Weet je wat we doen? We geven AZ nog een strafschop. Omdat die Melasje, die geeft een duwtje aan de jongen van AZ. Nou, ik ga je eens vertellen. In Engeland wordt daar absoluut niet voor gefloten. Maar wel, kennelijk in Nederland. En dan gaat zo'n scheidsrechter, die brengt dan zo'n hele middag gewoon naar de knoppen. Want AZ, die is dus verder niet meer in de wedstrijd geweest. Ja, even in de eerste helft, toen waren ze even beter. Hele tweede helft, AZ niet meer gezien. En Feyenoord, daar komt het op neer. Feyenoord verliest dan, ja, die verliest dan deze wedstrijd door twee van die fouten van die scheids. Gadverdamme nog.